Oh, God, doe maar contraire. Maar gezien, zelfs al wil er vader niet zijn als Puntje bij Paaltje komt. Het is niet omdat ze eruit gehaald heb dat ze nu ineens mijn dochter is, hè. Steek dat goed in uw bolken, hè. Isse, hoe kunnen die dat nu weten? Vader redt dochter uit brand. Is je neef zijn Benny? Ja. En slecht nieuws. Er is een lijk gevonden. Je laat om spijt te hebben, hè? Dat was toch de bedoeling? Benny moest toch doen wat, hè? Of niet soms? Ik ben geen moordenaar. Jij blijft ontkennen. Jongen. Je maakt het jezelf niet gemakkelijk, hè? Luister. Benny was een ongelooflijke klootzak. Oké. En ik kon niet verdragen dat Peggy er nog voor veel. Ik was jaloers. Oké. Maar ik wilde... Ah, het is toch jaloers? Ik wilde hem niet dood. Ik wilde hem alleen maar afstraffen. Benny was een dief. Ik wou hem alleen maar aangeven. Dat is al. Je hebt geen alibi op het moment dat de brand werd aangestoken. Maar ik zat opgesloten! Ik was op weg naar het café. Maar kunt je dat bewijzen? Je had ook een motief om Benny te doden. Je waart jaloers. Heeft Benny zijn ex-lief nog getuigd? En waarom denk jij dat Benny een dief was? Heb je daar bewijzen voor? Jongen, het heeft geen zin om nog verder te liegen. Laat me alsjeblieft gerust. Vertel ons de waarheid en wij laten u gerust. Maar je gelooft mij toch niet! En ik ben al een vragen en beschuldig je kansbui! Oei, wordt ons manneke nerveus? Ik zou eens willen bellen. Ik denk dat dat het beste is dat je kunt doen. Een advocaat bellen. Ik heb geen advocaat nodig. Ik studeer zelf een advocaat. En ik laat mij geen moord in mijn schoenen schuiven. Dan zult je ook wel beseffen dat je in een lastig parket zit. Ik ben onschuldig. Tot aan mijn schuld bewezen is. Veel succes, jongen. Wij zitten met een lijk, een motief en een verdachte. En jij, meneer een advocaat? Morgens. Snap ik, hè? Gaat het al wat beter? Eet iets. Nee, ik heb geen honger. Al nieuws van Benny? Nee. Maar wel andere nieuws. Eerst, hè. Het gaat over mij. Nu weet ineens heel Torp dat de kapster van Torp ooit gevreden heeft met de loodgieter van Torp. Schoon, hè? Shit. Hoe is dat nu toch mogelijk? Wie houdt er zich nu mee bezig met heel ons privéleven uit te smeren? Ja, mama, dat weet ik toch ook niet, hè? Ik heb waarschijnlijk nog niet genoeg afgezien. Wat moeten de mensen nu denken? Laat ze denken, hè? Ja, laat ze denken. Straks komt er hier niemand meer in mijn salon. Smeerlappen. Wat? Denkt u dat Frank dat gaan vertellen is?
Frank staat heel graag in de belangstelling. Ja, kijk maar. Iedereen was dat sowieso tot geweten gekomen. Hè? Daar heb je geen gazet voor nodig. Eerst het begint al. Waarschijnlijk iemand om af te bellen. Ja, ik heb ze om de roos, hè. Ja, daar spreekt u mee. Wat? Nee. En je weet zeker dat... Ja, ja, ik ben er nog. Nu. Ja. Oké. Ja. Ze hebben een lijk gevonden. Ik hoop van niet. Wat snap ik het toch? Ik moet naar de politie, ze willen mij wat vragen stellen. Maar gaat gaan, zal ik meegaan? Nee, ik ga wel alleen. Ja, we zullen ervoor zorgen dat die een brandstichter veroordeeld wordt, zeg maar zeker. Ik wil hem zien. Ik denk niet dat dat een goed idee is. Ja, je vraagt iemand die volledig verkoold is, dat is geen zicht. Maar ik moet hem zien. Ik weet zeker dat Benny niet is. Wie zou het dan kunnen zijn? We hebben ook nog wat verkoolde spullen teruggevonden. Overblijfselen van een paar televisies en radio's en beelden en zo. Alsjeblieft. Dat zijn spullen van mijn oma. Was dit ook van u? Ja, ja. Caroline, ik begrijp dat je de Benny wilt verdedigen, hè, maar... Het zijn spullen dat ik gekregen heb van mijn oma. Een schuur was een opslagplaats voor gestolen goederen, hè? Dat is niet waar. Dat beeld dat is opgegeven als gestolen goed van beeldhouwer Harry Boeijaerts. Lou, hij heeft ze dan misschien wel opgeslaan, maar hij heeft ze niet gestolen. Echt waar, ik zweer het u, hij heeft ze niet gestolen. Dat zullen we dan nog moeten uitzoeken, hè. Zit jij altijd bereikbaar? Meestal wel, ja. Bon, dan komen we nog eens terug. En niemand mag in de buurt van de schuur komen. Oké? Okay? Ja. Zo'n gasten van de pers, dat is gewoon krapul. Dat heeft geen respect voor niks of voor niemand. Tja, in mijn tijd was dat anders, hè. Zo'n beetje in de mensen privéleven liggen neuzen, zeg. Frankje, iemand moet hem dat toch verteld hebben. Ik weet niet, maar... Ja, wie? Jenny zeker? Allee, baby, jij gaat nog beroemd worden. Dat is al de derde keer dat jij in de gazet staat. Ja, ik ben er vet mee. Eerst een serieuze boet voor die stomme poort van Verkammen en al die een nozele foto van ons hier in scheiding. Heb jij die poort toch nooit moeten betalen? Ja, en je moest toch een keer scheiden, hè? En wat zal het nu zijn? Nog meer alimentatie. Voor iemand waar ik in feite de ballen affaire mee heb. Zeg, baby, dan moet jij maar een vaderschapstest laten doen, hè? Dan zul je direct weten of dat waar is, dat jij de vader bent van Peggy of niet. Over mijn lijk. Heb jij dat heel goed gedaan, jongen. Alleen maar spijtig dat iedereen nu weet dat jij met die Rosa geslapen hebt. Al chance dat de Luc hier niet is, anders was het weer aan Bras. Mijn naam is eraan, ja. Dat is geen gazette meer, dat is pure roddelblad. Was jij beter van het lief van je broer afgebleven, dan was onze Luc nog hier geweest. Moe, alstublieft. Ga dan bij je wonen, hè. Dan zijn we gerust. Ze hebben er alle twee gewoon ingelopen met die Rosa. Zeg, is dat nu bijna gedaan, ja? Al die jouw koeien. We zouden beter eens een beetje aan onze toekomst denken. Toekomst? Welke toekomst? Eén zonder geld, zonder werk, zonder huis. En met een slechte naam. Schoon toekomst. Amai. Ik kan me even goed gaan ophangen. Ik weet echt niet waar Benny mee bezig is. Bas, ik zweer het, Lou. Jij zweert nogal veel de laatste tijd, vind ik. Lou, ik was altijd hier en Benny zat in de stallen. Ik wist het echt niet. Ik had gewoon de tijd niet om te zien wat dat hij aan het uitspoken was. Ik heb het gehoord van Tom. Spijt. Ik ga hem
Het is veel werk. Ja, Caroline, we moeten nu niet gaan werken, hè. Caroline. Ze wil niet geloven dat Benny dood is. Je ziet eruit alsof je heel de nacht niet geslapen hebt. Ik heb ook heel de nacht niet geslapen, natuurlijk. Enfin, natuurlijk. Ik ben de hele tijd bij Veronique geweest. Het gaat er echt niet goed mee. Heel de tijd aanvallen gehad. Weet je waarom? Nee. Misschien dat ze iets vervoerd heeft of zo, ik weet het niet. Enfin, ik ga er nu nog even langs. Ik heb vanmiddag pas spreken, als je wilt, dan breng ik u. Ja. Nee. Maar toch bedankt. Misschien tot straks. Ja. Over de robben willen ondervragen. Het is zo raar, ik heb de Benny nog zien weglopen, jong. Hoe heeft hij nu achtergelaten in die brand? Nee, die was hulp gaan halen. Germe Caroline. En Rebecca, ik mag er niet aan denken. En te denken dat we vorige week nog allemaal samen aan tafel zaten. Benny! Hey, wacht even, jongen. Hey, jongen, ik ga niet weglopen. Ik wil gewoon mijn vrienden zien. Mag dat? Wat is de bedoeling hiervan? Kan nog interessant zijn. De traphal heeft een fantastische akoestiek. Ai, 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 ai. Miserie, miserie, miserie. Binnen 4 jaar de apocalypse. Ik begin daar serieus in te geloven. Ja. Het is hopen dat Lou een betere verzekering heeft dan wij. Nog zoiets, de verzekeringen. Wij, hè, wij, de gewone stervelingen, hè, moeten altijd betalen. Altijd op tijd. Maar zij, als de verzekeringsgoden ons moeten betalen, hè. Zeg, Harry, kalmeer eens een beetje. Ja, nou, tegelijk. Ah! Ah! Ik ga mijn eigen aankleden. Ik word zenuwachtig van beneden. Ja, als je zo de apocalypse tegemoet moet gaan. Ja, een nummer in een broekje, dat zal ook niet veel helpen, hè. Ha! Oh, shit, nou, ik dacht dat ik een hartattack kreeg. Ik dacht dat jij de apocalypse waard. Ik heb de apocalypse. Ja, zeg, apropos. Die deur is nog altijd niet op slot, hè? Och, Fernand, zoveel valt er hier niet meer te pikken. Zeg, heb je dan nieuws? Ja, we hebben een deel van alle spullen teruggevonden. Is het echt? Fantastisch! Zie je wel, schatje, alles komt in orde. Iemand is in paniek geschoten dat ze laat komen. Hè? Maar is dat nu een reden om een Benny te vermoorden? Dat was de bedoeling niet waarschijnlijk. Ze ben alleen de bewijzen willen vernietigen. Hè? Ik kan me een paniektelefoon van een Benny herinneren. Hij zei toen tegen die persoon dat hem zich niet ongerust moest maken. Voilà! Hey, nee, niks. De politie is die spullen op spoor gekomen en daarom hebben ze heel de cinema in de fik gestoken. Het onderhoesje is afgelopen. Wij gaan nu verder ondervragen. Jullie mogen vertrekken. Maar wij gingen toch nog ondervraagd worden? Waarom moesten we naar hier komen dan? Wij zullen u contacteren als we u nog nodig hebben, oké? Okay? Ze kunnen mij niks doen. Ze hebben toch geen bewijzen. Ik ben blij dat je nog leeft, jongens. In één ding heeft ze gelijk. Dat je nog leeft. Je moet Frank dankbaar zijn. Vertel. Wat heb je allemaal gevonden? Ja, dan zou ik eerst eens moeten nadenken, maar... Zeg, onze stereo-installatie is er toch bij? Ik word gek van die stilte hier. Schatje, mijn beelden, dat is belangrijk. De rest kunnen we vervangen. Oh, ik ben ook echt aan mijn spullen, hè? Mannetjes, wacht even, hè, want vuilgoedniefs heb ik niet, hè. De meeste spullen zijn verbrand of verkoold. Hè? Huh? Niefs, hè?
Verstaan we het? Wat? In die brand? Wilde jij nu zeggen dat heel mijn huishouden in de stallen van Lou lag? Ja, en niet alleen hij was samen. Ah, allee, we zijn de enigste. Niet schraal een troost. Ja, mannetjes. Dat lag nogal wat bij eens, hè? Hoe dat ze dat van elkaar hebben gekregen? Verdomme, hè! Die smeerloppen hebben mijn ziel verbrand. Ja, spatig, hè. Alles gepikt en met de noorderzon verdwijnen zeker? Met mijn beelden waarschijnlijk? Ja, dat had goed gekund, maar... naleidt de zaak enigszins anders. Dank. Kom aan, Carolientje, laat mij dat maar doen. Ga maar even zitten, kom. Het is goed, laat maar, ik kan het wel. Laat maar, Jenny. Heb je het gelezen van Frank? Ja, ja. De held van het jaar. Begrijpt jij er nog iets van? Wie had er dan nu nog gedacht? Dat hij Peggy zou redden. Had jij het liever in zijn plaats gedaan misschien? Dat heeft nu toch niks meer met Peggy te maken, hè, Luc? Ah. Begrijp niet dat jij nog altijd zot bent van Rosa's. Hè? Ze heeft nooit iets van Frank willen zeggen en nu staat het zelfs in de gazet. Stel u voor. Ze zal er niet kunnen mee lachen. En het is niet omdat hij nu even de held uithangt dat wij alles moeten vergeven en vergeten, hè? Ik zou misschien graag een lesje leren. Een oude schoolkameraad van mij, die is advocaat en gespecialiseerd in echtscheiding. Als je Frank wilt vastpinnen, dan moet je bij hem zijn. Heb jij zijn adres nog? Wil je nu echt niks beters te doen? Zo, dat deed ik niet op, hè. Ik zal wel een ander maken. Nee. Blijf zitten. Mijn goesting is over. Ik ga aan werken. Tot straks. Ah, potverdorie. En er was nog zo'n jonge gast? Ja, ja. Wie met vuur speelde. Letterlijk en figuurlijk. En wat gaat er nu gebeuren? Oh, we zijn nog altijd bezig met een onderzoek. Hè? Zeg, maar kan ik mijn spullen eens niet bekijken? Misschien kan ik een paar beelden recupereren. Oh, ja, wacht eens. Hier. Meesje, dat hebben we nog gevonden. Dat is alles wat er van overschiet. Dat is toch van haar, hè? Ja, dat is van ons. Het stond in de slaapkamer, we hebben dat ooit gekregen. Ja, maar waar is al de rest dan? Waar zijn Harry's en beelden? Opgebrand, hè? Ja, maar enfin, wat zeg je nu? Heb jij mijn beelden al eens goed bekeken? Dat zijn blokken steen of marmer, dat brandt ze maar niet op, hè? Ja, dan zullen ze ze verkocht hebben, zeker? Of duigensloos nog even aanstanders? Ja. Maar luister, in ieder geval, als we nog iets vinden, laten we het zo rap mogelijk weten. Ja, wie weet waar zijn ze terechtgekomen, zeg. Bij een of andere cultuurbarbaar. Of op de Voddemart. Ik ben content dat ik niet moet gaan werken, zeg. Zeg, maar ik kan misschien eens naar de stad om een kleken te gaan kopen. Ik heb niks meer om aan te doen. Jij bent op je kop gevallen, zeker? We beginnen nagel voor een schattenkrabben en jij klapt over niks anders dan over nieuwe kleedjes kopen. Nee, doe ik met mijn centen wat ik wil, hè. Ja, maar ik kon dat allemaal niet alleen betalen, hè, al die kosten van die scheiding en zo. La. Wie heeft er een auto betaald, hè? Een auto, een wrak, ja. Zeg, je hebt hem zelf gekozen, hè. Zonder mij had jij nooit als zelfstandige kunnen beginnen. Ga werken, hè, dan heb je geld. Ja, waar? Vind je nogal voor op te rapen, het werk? Ja, daar moet je natuurlijk je gat voor opheffen, hè. Ja, het is goed. Ik heb het verstaan. Ik zal gaan werken. Ik zal dus allemaal gaan verdienen, zijn dat geld. Voor de alimentatie, en voor de kamer, en voor de scheiding, en voor alles en nog wat. En voor uw fret en uw eigenlijk ziekjes. En van me dan maar haar garderoop. Dat is weer goed gezien, hè. Die gaan nu toch niet wegblijven door dat stom artikel, hè? Voilà.
Ha? Zijn dat al terug? Zie je hoe dat hier is? Wel. Peggy, hoe is het met u? Hoe? Ça va? Allee, ja, dankzij Frank. Allee, dat beseft ze toch? Moe. Zeg, is uw ma niet meegekomen om onze Frank te bedanken? Moe, zou jij je wandeling eens gaan maken? Wil jij iets drinken, Peggy? Nee, ça va. Ik kwam gewoon omdat ik dacht dat ik eens moest langskomen om ja, te laten zien dat het goed is. Maar... Dat is vriendelijk. Dat had echt niet moeten doen, zin, hè? Zeg, weet je al iets van de Benny? Ze hebben een lijk gevonden. Het is niet waar, hè. Ik heb hem echt niet gezien, hè. Echt waar niet, hè. Maar ik geloof je, daar kwam ik niet voor, zin. Allee, ga even zitten, kom. Ja, maar je mag onze Frank niet te lang ophouden, hè, want hij moet gaan werken. Maar hoe is het nu gedaan? Moe, dat komt toch niet op 5 minuten? Nee, ça va, ik moet toch weg. Allee, merci voor wat je gedaan hebt, hè. Dat is niet meer dan normaal, hè. Allee, dag, hè. Dag, hè. Sorry, hè. Kom maar af als je goesting hebt, hè, Peggy. Ja. Hoe is dat nu toch mogelijk? Hoe kunnen mensen nu zo kleingeestig zijn? Ha, ik dacht al... dat u uw afspraak vergeten was. Hallo. Hé, hey, Anneke. Als je Loes zoekt, hij is er niet. Ja, ik weet het, maar ik wacht wel nog even op hem. Hij was er vannacht ook niet goed van, hè. Hij had beter eens een dag vrij afgenomen, maar ja, hij is weer naar een ziek beest, zeker. Nee, hij is naar Veronique. Naar wie? Oei, dat mocht ik zeker niet weten. Nee, niet echt. En die Veronique, heeft die misschien iets te maken met kamer 7? Kamer 7? Weet jij misschien wie dat zou kunnen verteld hebben? Geen idee. Mag ik die nooit in mijn handen krijgen? Verdomme, helemaal zaken aan de kloten door heel die situatie hier. Hey. Rustig. Zeg. Trek u dat toch zo niet aan? Nee? En Lou blijft nog altijd hopen dat Veronique zal genezen. Oh. Amai, zeg. Ja, ik dacht dat er iets was, hè. En dan die kamer. Ik zou wel eens willen weten waarom ik daar eigenlijk niet binnen mag. Ja, het zal wel met Veronique te maken hebben. Hmm. Oh, Jenny, je mag dat echt aan niemand zeggen, hè, want Lou wil niet dat de mensen dat weten. Anneke, horen, zien en zwijgen bij Jenny. Heeft er iemand Rebecca gezien? Ik maak me echt zorgen. Het is Benny niet, het is iemand anders. Dat lijk. Het is Benny niet.
Allee, zeg, ik vind dat schoon. Thuis. Ik vind een schone soap. Dat is nog iets voor thuis te blijven, hè? Vind dat? Allee, thuis. We zitten hier, hè? We zitten te wachten voor dingen voor typisch Chris. Als je bieden beginnen, dan zitten we. Met dingen, met typisch Chris terug, met dingen noemt hij, met Paul, ja, met Paul Schampers, ja. Met Paul, met reportages van Paul. En met dingen ook, met die, hoe noemt hij, met zijn dingetje? Met Jimmy B, ja. Met Jimmy B, dat vind ik niet meer. En met dingen ook, met allemaal dingen. Ja, alleen ja, de mensen aan mij van de wc krijgen, want... dat is niet... Typisch Chris. Typisch Chris straks. Naar dingen, na het gesproken dagblad. En naar achter dinges van het weerbericht. Georges Custon. Dat is die natuurrampen die donder aankondigde.